niet mis. Alleen het zotte is. Ja, 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 ja. Richting Noord-Noordoost zit Coldstar de Lier, de vracht even op verbinding en rapport. CQ 3,5. Potentieel de 3,5 meter, CQ stations aan 3,5. Boven zit zeer bescheiden signaal nog gereserveerd. CQ 3,5. Potentieel de 3,5. CQ 3,5. Amateurs in de richting Noord-Noord-Oost, dit is Coldstar de Lier en ik ga even de band overdraaien. Mogelijk dat het ergens nog bijgekregen wordt. Goedenavond. Ik luister de koning allemaal al een seconde of vijf na het wegvallen van signaal en draaglof. Ga je gang, dit is Coldstar de Lier en ik luister. Hoi hoi. Zender Romeo Sierra uit Hellevoetsluis. Ga eens even kijken of iemand dit signaal heeft opgepikt. Goedenavond en vijf secondjes. Hey. Attentie de slinger, zeker de slinger. Dit is Kees, de RS, de Romeo Sierra. Uit Hellevoetsluis voor jouw retour. Sjaar Pullman van het Mono zit. In de lopelijke waard. Ik heb er vlakbij in Nieuwegein een hele goede vriend van me wonen. En die was vroeger ook heel erg into de 3 meter FM-zenders. En ik probeer hem iedere keer over te halen om toch maar weer een antennetje aan te schaffen. En zijn zender aan te sluiten. Maar hij zegt dat hij te veel last had van de zender, van loop ik. Maar ja, jij zit een loop ik waard en je maakt mooie afstanden. En wat van mij? Nou, kom maar toch. Het signaaltje het gaat een beetje op en neer, het zit een beetje veldum op het signaal, komt de ruisveld binnen. Ik heb nog niet op de signaalmeter gekeken. Ik heb mijn antenne ook niet helemaal 100% jouw kant uit staan. Ik ben op een graadje of 20 verkeerd staan. Ik zit slechts met een 4 elements antennetje op een gewone woningje. We zitten hier onder NAP, dus ik zit iets met 7 meter boven NAP met de antenne. Boven het maaiveld uit, zeg maar. Benno, ja, we spreken elkaar wel weer. Roel, wat heb ik nou bij jou aan signaal, hè? Deze brom, Dirk? Ja, nee, niet meer. Ik noem dat een wisselstation. Ik kan me al herinneren, heel vroeger. Zuidwestelijke richting zijn Dirk en Emma Zutphen aanvaardt zo'n verbindingen. Want halve meter wand, zeker dan maar eens aan de 3,5 meter wand. En de counter die gaat even luisteren voor de band 1 tussen de 84 en de 87.3 amateurs. 3,5 meter wand. Voor mij de ideale vrouw. Ik ga naar Doosduin even de zender de counter en die opschilt en blijft even zo'n verbinding. Zeker om dus aan de 3,5 meter wand. CQ, CQ, CQ. Ja, 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 Lydia. Jij bent voor mij.
vanuit Loosduin in de zender de counter. Die roept in de schat even zo'n verbinding. Ik zou jou willen kussen, jouw brandend. Dan moet je hem daar eens, hè? Maar nee. Maar geloof ik waard, mocht ik dit kleine babyfoonsignaaltje mee kunnen krijgen. Dit is vanuit Rotterdam, Zuid-Holland, het kleine nietige zinnetje Pioneer met de babyfoon van de buurvrouw, hè. Dus zeko. Ik moest eventjes de antenne even een beetje bijdraaien, maar ja, prima ontvangen, amateur. Zeker de slinger vanuit de Lopikerwaard. Zeker de amateurzender de slinger vanuit de Lopikerwaard. Voor jou toe de zender de counter vanuit Loosduinen. Prima ontvangen, amateur. Ja. Klok je af op 40% hè, constant. En dat is echt wel behoorlijk hard hè, hier zo. Ja, dat is echt. Ja. Er zijn er weinigen die dat voor elkaar krijgen. Hè. Minder lokale stations dan hier zo in de buurt. Maar. De slinger loop ik waard. Stond en even een klein beetje bij draaien. Want ik stond eigenlijk richting Noordoost eigenlijk. Ja. Ik hoorde ook nog een ander station dat je uit Zoetermeer onder jou door schakelen. En dat was de Calypso. Voor mij schakelde jij er, tenminste hij zat op de zender of zo, denk ik, maar hij schakelde uit en toen hoorde ik hem, hè. Dus je schakelde er gewoon overheen, hè, in wezen. Dus de slinger vanuit de Lopikerwaard, zeker de amateurzender, de slinger vanuit de Lopikerwaard. Zie je al uit van de microfoon? Geweldig allemaal, echt allemaal geweldig. Ja, ik kijk regelmatig naar die filmpjes van jou en leuke stations die je allemaal aan het ontvangen bent. Hè? Ja, grappig, echt heel leuk. Ga ermee door, want het is hartstikke leuk. Bijzonder goedenavond, de slinger vanuit Lopikerwaard. Zeker de slinger vanuit Lopikerwaard. Dit is het klaverblad aan het einde. Zeker de slinger vanuit Lopikerwaard. Nou, je hebt de antenne eventjes gedraaid. En, ja, ik heb je nu een piek gegeven van 50% op het deur. Dat is echt bloeiend hard. Wow, 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 diep in je hart klinkt het lied. Het is vanavond lokaliteit Roger Knoy, Sandy Pioneer. De babyfoon van de buurvrouw, hè? Ah, ik moet altijd eventjes de babyfoon door de week even de babyfoon testen of die het nog doet. Want degenen die dit kunnen ontvangen, die mogen buurmeisje passen. Hè? Want aanstaand weekend gaan de buren weer eventjes een avondje weg. En dan moet er altijd even op buurmeisje gepast worden, hè? Ik heb een aantal buurmeisjes waar ik regelmatig op moet passen. En dan gaat dat meestal via de babyfoon en dan blijf ik gewoon thuis. Of, soms ga ik er ook wel eens langs. Hè. Dus ik heb een Dirk van Geffers oppascentrale. Maar goed, ik heb niet altijd tijd om op alle... Dan heb je kans dat jij aanstaand weekend op de buurmeisje mag passen. Mijn meisje is 24, blond, alles erop en eraan. En ze is een geweldig lieve meid. Dus via de klaverblad uiteindelijk.
Ja. Zo hebben wij dat hier in elkaar geflanst, hè? Gewoon oppascentrale van de regio hier. Goed, de zender Bart, je kwam hier binnen met een afstemming van 80%. Alleen met het inschakelen bij jou. Ik denk dat er ergens iets los zit of zo, want hij staat echt te sputteren. Ik zou eventjes een paar soldeerverbindingen kiezen en plugjes even nakijken als ik jou was. Want ik zie dat wel eens. Ik ben geabonneerd op jouw tube-kanaal. En nou ja, dan zie ik wel eens hoe jij alles aan elkaar zit. Ik heb zitten knopen. Vind ik het helemaal niet gek dat je zender af en toe niet op wil starten. Want net viel die ook uit en dan weer aan en weer uit. En moet je ineens over de band heen plopperen. Maar goed. Het kan ouderdom zijn, maar misschien ook nieuwigheid, ik weet het niet. Wat zie je, klinkt dan niet. Kijk, maar ik zit er nooit tussen. Je fietst altijd over die 86-1. Ik heb dat al eens een keer op Facebook gezet van Bart. Waarom fiets jij over de 86-1? Ik sta bijna altijd richting Oost-Noord-Oost. Ik moet me gewoon bij jou normaal. Wel je zender aanzetten. Ik heb net ook. Weet ik veel, lang geleden, maar vanavond in ieder geval heb ik nog met Stadskanaal zitten werken in Groningen. Nou, dan moet ik bij jou toch ook binnenkomen. Ja, maar dan zat ik ergens anders, niet hier. En in Koevoorde kwam ik binnen en ik heb hem niet meer gesproken, want die werd weggedrukt door die zender uit Stadskanaal. De IT. IT van Hoen. Maar goed, die IT die werd weggedrukt door de zender, de, hoe heet die nou? Noordzee. De Noordzee uit Stadskanaal. Die drukte gewoon de IT Koevoorde even van de band af. Nou ja. Goed, ik zal even kort vermelden waarmee op dit moment hier gewerkt wordt. Er wordt gewerkt met een WA-zendertje, 75 wattjes, iets meer. Gaat allemaal een stukje touw door en dat touw klimt het dak de mast in en aan dat touwtje zit een antennetje, dus een brok aluminium. Dat is in elkaar geflanst door de SMD vanuit Raalte en daar zit dus een, dat is een zes elements antenne, een zes elements SMD antenne gebouwd door SMD Raalte. Ja, ik ben toch wel tevreden. Er zit een mantelstroomfilter in tussen asbestos. En die mantelstroomfilter die zorgt ervoor dat er dus geen signaal of weinig signaal via de kabel binnenkomt of uitgezonden wordt. Dus eigenlijk wordt daardoor al het vermogen echt de antenne uitgepest. En niet rondom de kabel uit. Plus dat ik een hubbelde storing tegengehouden word door die mantelstroomfilters. Hey, maar ik heb hier wel ergens last van. Denk zonnepanelen of kan mij het schelen wat. Het staat in ieder geval gigantisch te pulsen. Ik had net 40% storing gewoon. En dan moet je boven de 40% uitkomen om hier binnen te komen. Dus is zodoende. Nou, jij luistert niet in stereo over een hour, hè? Dat is. Nee, volgens mij zit daar een stereo koptelefoonuitgang op. Ik weet het eigenlijk niet. Je hebt het nog wel eens dat je stereo mono ontvanger hebt en dan stereo uit kan luisteren via koptelefoon. Maar dat is geloof ik die aan hoor. Wat heb jij? 5000? 3000? 5000? Leuk. Goed, Bart. Ik luister nog even op jouw frequentie. Vertel het eventjes hoe of dat het binnenkomt aan die kant. De counter die wil altijd wedstrijdjes doen. Die zit met een paar honderd watt met een hele grote antenne. En die heeft nou dezelfde antenne als ik heb, alleen die staat in de gang. Want hij durft hem nog niet op dak te zetten, want dan moet hij een hoogwerker huren. Ja, dus. Nou ja, bij mij staat hij erop. En als hij er bij hem op staat, is hij gewoon weer harder dan mij. Dus tenminste, ik neem aan dat hij bij jou, dat ik harder ben dan dat hij is geworden. Ben is kwam geweest. Hey Bart, ik luister uit. 0 secondjes vanaf deze kant, een klein stukje herrie. En
Ome Dirk, oftewel de Pioneer, is heel standby en een en al. Dus je weet het, niet met je trekker de stad in. Radio vanaf de localiteit, stijve pikkenwaard, looppikkenwaard bedoel ik. Zeker, de Bartzender. Nou, lekkere vent ben jij, Bart. Nog steeds niet gehoord hoe ik naar binnen kom bij jou. Hoeveel dB procenten enzovoort enzovoort in vergelijking met Counter uit Zaadloos Duinen, hè? Kijk je de film aan? Ja, de Counter Zaadloos Duinen. Die zegt altijd dat hij de arts is, maar dat ben ik. Dus, maar dat wil ik wel nog wel even weten zo, Bartje. En ja, waarom moet dan net die batterij weer op zijn, hè? Normaal gesproken neem ik ook altijd wel het een en ander op. Maar dat doe ik dan met mijn telefoon. Mijn telefoon is gesneuveld. Dus ik heb een nieuwe besteld. Maar die is er nog niet. Dus ik kan die opnemen. En dat is toch wel heel raar. Want normaal gesproken dan pak ik hem en dan neem ik eventjes op. En dan zet ik dat op Facebook of op, hoe heet dat ding, WhatsApp. WhatsApp groep. Maar goed, dat gaat dus nu niet lukken. Dan merk je pas hoe vaak of dat je eigenlijk zo'n telefoon eigenlijk gebruikt voor bepaalde dingen. Goed, de Bartzender, jij ging nog naar een van de stations uit Zoeteneur amateur. Een Zoeteneur amateur ging jij nog eventjes oproepen. Ik luister nog twee tellen even mee. Ik kom niet meer er toe in. Maar ik wil nog wel even weten hoe of dat mijn modulatie klinkt en hoe of dat ik dat mijn signaal binnenkom, want daar heb ik helemaal niks over gehoord. Hè. Jij was natuurlijk helemaal onder de indruk van die buurmeisjes van mij. Ja, 24 met blond haar en alles erop en eraan, ja. Klein testuitzendetje richting Noord-Oost, geloof ik die kant uit, ja. Dat is de Allwave Zwijndrecht Zuid-Holland. Nou, dan hoor je dat straks vanzelf wel, joh. We zien hier wel even een bandje, de Allwave vanuit het rechtstedengebied Zwijndrecht, Zuid-Holland. En de rapportamateurs, goedenavond.